Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en mijn lieve vriendin zijn bij vanochtend. Ryan, welke caravan ga je vandaag nog weer presenteren? Nou, vandaag de Fendt Bianco Active 445 SFB. Dat is een unieke caravan. We presenteren eigenlijk altijd unieke caravans. We hebben ook heel erg veel Fendt caravans. 1 Fendt, 2 Fendt, 3 Fendt. Maar vandaag gaan we met de vierde Fendt aan de gang. En dat is de Fendt Bianco Active 445 SFB. Een unieke caravan. Ik laat hem nu helemaal zien. Vandaag doe ik de presentatie samen met Techie. Techie heeft altijd hele goede aanbiedingen. Een Enduro 5x5 FL Mover. En ook de Thule 6300 cassetteluifel met een uitval van 2,50 meter. Ik zie dat, heeft iemand een vraag? Ik geloof dat ik een foutje heb gemaakt. Ik had net mensen, en die komen helemaal uit Zeeland. Ja? En die zoeken dus een fan met een Frans bed. En die zeggen het mag maximaal 6,90 meter zijn. Ik zeg, nou, we hebben ze alleen maar van 7,03 meter. Maar dat zegt gewoon niet goed, hè? Jan, we hebben het laatste nieuw binnengekregen. De 445 SFB. Hoe lang is die? Die 6,86 meter. Nou, dan mag ik rennen, maar ze zijn bijna weg. Ik haal ze gelijk weer van de kant. Haal ze gelijk op. Ik haal ze op, hoor. Ik haal ze nu op. Haal ze op. Harder rennen, harder. Nog harder. Nou, ik hoop dat het nog lukt. Wij gaan gewoon verder met de presentatie. Kijk eens hoe mooi die futuristische achterlicht zijn. Dat is echt mooi, hè? Dat is echt heel mooi. En kijk eens naar dit raam. Lekker breed is het raam. Mooi zwart ook, de mensen kunnen niet naar binnen kijken, maar u kunt wel lekker naar buiten kijken. En hierachter bevindt zich de rondzit. We gaan verder. We gaan nu de zijkant van de caravan bekijken. Kijk, dat is echt mooi. Ik zal de deur even dicht doen. Zo. Ik hoop wel dat Gerrit Jan dat heeft gered. Dat het niet gestruikeld is ofzo. Ik denk dat ik dadelijk wel even ga kijken bij hem. Of het nog goed gaat. Ik denk het wel. Gerrit Jan is een atleet. Bianco 445, dit is de caravan waar we het nu over hebben. Ik heb de deur even dicht gedaan, dan krijg je echt een hele mooie totaal indruk van de zijkant. Met daarboven de Tudeluifel in de black uitvoering. Die biedt mijn vriend Techie aan. En mijn vriend Techie biedt ook deze aan. Dat is de Enduro 515 FL Mover. En die Mover is zelfs uit te breiden met een auto-steady poot systeem. En die heeft de caravan in 90 seconden helemaal waterpas staan. Kijk, die ben er eens. Ik zei dat we zijn nu met de vierde vent bezig. Maar we hebben dus al deze fans. Het zijn er echt heel erg veel. Kom ze bij ons in Doetinchem bekijken. Kom gewoon lekker langs. De koffie staat altijd klaar. Maar we gaan nu verder met de 445. Kijken we de voorkant van de caravan. Nou, we hebben er een beetje een black uitvoering van proberen te maken. Of gewoon van gemaakt. Want hij heeft ook een black DC260 fietsendrager. Die is naar voren te schuiven. Met de fietsen er gewoon bovenop. En dan komt u dus terecht bij de disselbelading. Het kan zo helemaal omhoog. Het gaat omhoog als een busscharnier. We moeten eens kijken hoeveel ruimte er zich in die disselbak bevindt. Aluminium bodem. Dat kan dus niet rotten. Dat gebeurt niet. U zag er ook de afvalwatertank. Die is standaard voorzien bij de Fendt caravans. En er is plek voor 2 gasflessen. En de caravan ligt op een alcoholchassis. En is voorzien van een alcoholstabilisator. En ik denk dat het nu tijd is om de binnenkant van deze caravan te gaan bekijken. I can't help falling in love. Met deze prachtige Fendt caravan. Hij is zo mooi, ik heb hem nu even van de binnenkant bekeken. Net voordat de camera startte. Maar hij is echt super, super mooi. En ik ga u er alles van laten zien. Er ligt ook zo'n mooie pet in deze caravan. Die moet u ook maar eens komen bekijken in Doetinchem. En die pet, die zit echt super lekker. Echt een heerlijke pet. Het is ook een echte Fendt pet. En je voelt je ook meteen gewoon een echte Fendt als je hem op hebt. maar in ieder geval, kijk dat het zo mooi deze rondzit is. In de grijze kleur. Ziet er super uit. Bovenin hebben we de kastjes. De mooie witte kastjes met een lichte houtnerf. Wat helemaal perfect afmaakt. Heel erg veel beladingsruimte. Nou, als u op vakantie bent op de camping, doet het gewoon zo dicht. En als u dan gaat reizen, nog even extra dat hij niet open gaat tijdens de reis. Dat kan niet gebeuren. Deze tafel kunt u ook nog helemaal laten zakken. Dan kunt u er een 2-persoonsbed van maken. Dus dan kunt u niet met 2 mensen in deze caravan slapen, maar met 4. Wie wil dat nou niet? En deze keuken is heel erg groot. Het is een compacte caravan. Maar u heeft 3 van die enorme grote keukenkasten boven de gaspitten.
En dat komt omdat ze hier zo'n extra stukje aflegruimte hebben gecreëerd bij de fansfabriek. Daardoor heeft ze dus een hele grote XXL keuken. Met ook het 3-pits gasfornuis, elektrische ontsteking, aan de knop draaien komt er vanzelf een vlam uit. En dan hier de spoelbak. En in deze caravan heeft u warm en koud water, want hij is ook voorzien van een boiler. Ik zie mijn collega staan. Ja, Ryan, bedankt. Hè. Ja? Het was een order van bijna 40.000 euro, bijna door mijzelf verprust, door gebrek aan kennis, zeg maar. Hè. Oh, ja. Ik ga vanavond niet naar de hardlooptraining, die sla ik over. Ik ga vanavond de ventfolder lezen. Maar als ik de goede informatie niet vertel, kun je enorme fouten maken eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Maar Gert-Jan, ik vind dat je het altijd heel erg goed doet. Dus ga het toch wel lekker hardlopen. Want ik zag net dat jij heel goed kan hardlopen. En als je dat zo leuk vindt om te doen, moet je gewoon lekker hardlopen vanavond. Eerst maar hardlopen, daarna de folder lezen. Ik zou het gewoon allebei doen, ja. Bedankt, hè. Alsjeblieft. Het is toch nog gelukt dus. De mensen kwamen uit Heinkesand. Heinkesand, dat is interessant. Ik ga het vanavond googlen. Stel je voor dat op mijn informatie dat dan niet goed loopt, hè. Dat zou jammer zijn, inderdaad. Met het samen opgelost. Ja. Maar als team lukt het altijd. Ze zitten nog aan de koffie. Ik ga de mensen nu een gevulde koek geven. Ja, heel goed idee. Hoi, hè. Nou, en er zit natuurlijk ook een koelkast in deze caravan. Die hebben ze heel slim geplaatst bij Vent. Want, als u buiten bent, kunt u deze koelkast ook bedienen. U hoeft dus niet per se de caravan te betreden als u een koel drankje wilt pakken. Ik doe de keukenkastjes weer dicht. En die sluiten allemaal met softclose, zoals u ziet. Het gaat allemaal automatisch dicht. En dan pushlock, dan zitten ze helemaal dicht. Dan krijgen we hier twee stopcontacten. Dat hebben ze hier expres geplaatst, want dan kunt u hier een waterkoker neerzetten en ook een koffiezetapparaat. En hier bevindt zich dan een niveaumeter van de watertank. Die is nu leeg. Als de lampjes groen worden, is de tank helemaal vol. En allemaal lampbedienknoppen. Tegenover de keuken hebben ze dit gecreëerd om hier bijvoorbeeld een Sky TV beugel te monteren. En dan kunt u heerlijk tv kijken waar in Europa u ook bent. Overal. U kunt het WK voetbal kijken, het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Waar u in geïnteresseerd bent, kunt u dan bekijken op vakantie. Het bed doen we helemaal omhoog. Moeten we eens kijken hoeveel beladingsruimte daar ontstaat. Daar bevindt zich de accu van de Enduro 515 FL Mover. Die zit daar. Dit is de slinger van de Tudeluifel. Zit er allemaal bij. En hier tegenover hebben we de spiegelruimte. Nou ik zie eigenlijk dat die pet mij totaal niet staat nu in de spiegel. Dus ik doe hem snel af. Ik doe hem snel af. Die moet ik niet opzetten. Maar ik hoop dat u het wel leuk vond. Gaan we verder. Hebben we hier allemaal kastjes. Kunt u ook nog allemaal spullen in neerleggen. En hier al de lampbedienknoppen. En achter die spiegel zit zelfs nog wat ruimte om spullen in neer te leggen. Krijg als laatste ruimte het toilet. Dit is een Tedford banktoilet. Daar doet Vent Caravans al decennia lang zaken mee. Zit er gewoon weer in, ook in het modeljaar 2024. Ze hebben ook gedacht aan allemaal combi-rolo's, zoals u ziet. En ik ben volgens mij iets vergeten. Ik weet eigenlijk niet zeker of het erop zit. Ik denk het wel. Ik ben volgens mij iets vergeten. Maar daar zit het. Dat paneeltje zocht ik. Ik zat het even te zoeken. Maar je zit dus gewoon bij de deur. Dit is voor de boiler / kachel. De Truma Combi 4E. Kunt u de kachel per graad regelen. En dan kunt u de boiler ook aan en uit zetten. Op een E-constant, hot en boost. En dus, we hebben het ook besteld met een E-patroon. Dus u kunt dit allemaal op gas bedienen. Maar het kan ook op elektra. Dus u heeft niet per se meer gasflessen nodig. En om daaraan toe te voegen, hebben we er ook nog eens een dakairco op gemonteerd. Daar bevindt u zich, de dakairco. En daar heeft u dus ook geen gas voor nodig. En daar kunt u mee koelen en verwarmen. Dus dit is een hele milieubewuste caravan. Hij is super mooi. We hebben er net eentje verkocht, maar deze is nog beschikbaar voor verkoop. Dus bel ons op, kijk op www.meerbeek.nl. Kom naar Doetinchem en word gelukkig. Ik zie u graag. Ik was zo enthousiast, dus ik ben gewoon wat vergeten. We hebben de camera weer aangezet. De prijs, wat kost deze caravan nou? Op dit moment 37.495 euro. En dan heeft u dus zo'n mooie Tudeluifel. Dan heeft u een mooie Enduro Mover.
En gewoon deze prachtige caravan die ozo compleet is. De dak airco, de combi boiler, alles wat de kampeerder van nu gewoon wilt hebben, zit op deze caravan. Normaal gesproken betaalt u 41.694 euro voor zo'n complete caravan. Maar bij meer bij campers krijgt u een korting van 4.199 euro. En daar is denk ik alles mee gezegd. Kom naar Doetinchem, de koffie staat klaar en ik heb zin om u te ontmoeten. Thank you.